Het is een lichtschip. We weten wat een lichtschip is? Nee. Dat is een vuurtoren op zee. Maar zoals je weet kan je op zee natuurlijk geen gebouw neerzetten. Dus ze hebben een schip gebouwd en daar een licht boven gezet. En dat is voor de schepen op de zee uiteraard. En dan kunnen de schepen, die kunnen van een afstandje zien hoe ze moeten varen. Maar je hebt op land heb je natuurlijk ook vuurtorens. Dat is een oud dorp, dat is dichtbijzijnde. En we zijn hier dus op het schip. Wat gaan we vanmiddag doen? Nou, wat gaan wij doen? Wij gaan als eerste al een beetje het schip verkennen. Naar aanleiding van een vlog. Weet jullie wat het is, een vlog? Ja. Een filmpje. Wij worden vanmiddag acteurs en actrices. En ik heb voor jullie een heel leuk klein scriptje gemaakt. Ja? En dat gaan we met elkaar gaan we dat spelen. Wordt op de camera opgenomen door de heer Hans Noijper. Geef hem een applaus. Oh. En dit is Monique Keukens. Dat is mijn assistente. Die gaat jullie hierbij helpen. Applaus. Hey. En ik doe de... Dat gaat als volgt. Ik leg jullie een situatie uit. Ja? En dat gaan we spelen. Dan wordt het opgenomen. En dan noem je cut. Dan stoppen we. En dan ga ik opnieuw de situatie uitleggen. En dan stoppen we weer. En zo gaan we stap voor stap gaan we de film opnemen. Dus dan word je in één keer wereldberoemd. Nou? Hè? Nou, super toch? Dus toch leuk? Ja! Ja! Nou, zal ik eens beginnen met vertellen? Ja? Het is namelijk zo, wij zijn hier op het schip bezig met een klemmerparty. Ja, want wij zijn jonge helden en jonge helden hebben vanmiddag op het lichtschip de Noordhinder een klemmerparty. Ja, want de Noordhinder, dat was inderdaad een lichtschip zoals Ton vertelde. En de Noordhinder die lag... Bij het eiland de Noordhinder, dus op zee, op de Atlantische Oceaan, lag een eiland en dat heette de Noordhinder. En daar lag het schip aan. Nou, moet je opletten. Dat was toen de tijd de Noordhinder 11. En daar begint het verhaal. Waarom doe je de muziek uit? Ja, waarom doe je de muziek uit? Ja, waarom doe je dat, hè? Als ik het allemaal mijn open als ik het allemaal mijn open heb gezegd, dan ben je niet meer zo boos. Oh. Welk geheim? We moeten naar de kok en dan moeten we vragen waar die envelop ligt. Kok? Welke kok? Zou die dan toch zijn, joh? Ja. Echt, jongens, zien jullie het ook niet? Hé, hey, geef mij die brief eens, kleuter. Hé, hey, doe ze normaal, joh. Zo. Hé, hey, geef die aan haar muisje terug. Dat is even normaal nog gek. Geef jij de brief maar voor. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat erin staat, hè? Ja, ook. Zo. Hallo, ik ben de kok van de Noordhinder 11 en heb een werkwaardig verhaal. Toen ik aan het vissen was bij het zandbak Noordhinder voor de maaltijd van de avond, spoelde er overwacht een grote hoge golf een fles aan. Niet vermoedend opende ik de fles en toen mijn schrik zag ik er een prachtige glinsterende diamant in zitten. Met een klein briefje waarop geschreven stond in slecht handschrift. Deze zeldzame diamant is voor de heerlijke vinder en geeft de waarde van deze diamant aan iemand die het geld goed kan gebruiken.
Dan zal de vinder ontdekken wie goed doet, goed ontmoet. Kwam tot een lumineus idee. En heb de fles met diamant een brief verstopt in de lichtoveren van het lichtschip. 12 in Hellevoetsluis. En de gouden koker heb ik de plattegrond en sleutel gestopt. Met een kruisje heb ik aangegeven waar de fles ligt in de lichttoren op de Noordhinder 12. Mocht ik niet meer in de gelegenheid zijn zelf de diamant te verkopen en het geld te geven aan het goed doel, hoop ik dat notaris de kok dit voor mij doet. Mij ook vertelde dat de koker in de instrumentenkamer ligt. Oh. Dit is vast een grap, denk je? Wat zou er in zitten? Sleutelkraker. Even kijken. Wat zou er in zitten? Klopt dit niet helemaal? Dan doen we het maar. Hey, een sleutel. Wat? Ik heb ook misschien ergens deze sleutel voor nodig. Ja, ik heb hem net hiervan laten vallen. Misschien is dat voor de deur. Hier. Hey, ik zie nummers achterop. Hè? Er staan nummers op. Kunnen we niet gewoon beter op Google Maps kijken? Nummers? Ja, nummers. Hoe kan dat nou? Echt op elke 1. Hier heb ik het. Actie. Hé, wat zie ik daar nou? Een kruisje? Misschien is daar het schat al. Ja, maar staat hier niet op. Maar hier. Ik denk dat we dan maar heen moeten. Ja. Volgens mij. Geef is de sleutel? Volgens mij hoort ik. Wacht. Volgens mij ligt het wel of er ergens een deur is. Ja. En dat daar die fles in zit. En dit is dan de sleutel is. Ja. Ik ben echt een kleinste. Ja, dat is hier. Deze zeldzame diamant is voor de eerlijke vinder en geeft de waarde van degene. Diamant aan iemand die het geld goed kan gebruiken. Dan zal de vinder ontdekken wie goed doet, goed ontmoet. Het geld van deze diamant geven aan Kika.